met de Hudsons hebben we heel erg de verbinding willen maken tussen de wijk Bospolder tussen dijken en het Groene Dakpark. En de blokken vormen daarin echt een overgang. Dus de mate waarin ze transparant zijn, het zijn kleine blokken waardoor het park de wijk in kan komen. En de manier waarop ze opgezet zijn in hun architectuur en in hun materialisatie, waarmee ze letterlijk een overgang vormen tussen het iets steenachtige karakter van Bospolder tussen dijken en het groene karakter van het dakpark. Ik denk dat de Hudsons ook weer heel erg past bij hoe wij willen bouwen aan Rotterdam. Nou, wij denken dat je dat doet door eigenlijk heel erg goed keuzes te maken. Dus door niet iets soort middle of the road te maken, maar echt iets bijzonders te maken waar mensen ook echt voor kiezen. Als mensen bewust ergens voor kiezen, gaan ze er ook voor zorgen. En dan blijft het ook goed op zo'n plek. En het zijn toch vaak kwetsbare plekken waar wij werken. En dus moet je wel echt het goede doen om ook ervoor te zorgen dat op lange termijn zo'n plek goed blijft. Nou, de Hudsons is ook wat betreft duurzaamheid een bijzonder project. We hebben collectieve binnentuinen of iets meer privaat verkavelde binnentuinen. Maar ze zitten allemaal op de eerste verdieping op een parkeerdek met een dik grondpakket. Dat zijn ook plekken waar kinderen kunnen spelen. Dus fijne plekken voor sociale duurzaamheid waar mensen kunnen samenkomen. En wat we hier gedaan hebben is nog net weer even een nieuwe doelgroep toegevoegd. Dus ik denk dat juist de samenstelling van de mensen, die in, nou, ik denk ja, 15, 20 jaar geleden heel eenzijdig was hier in Bospolder tussen dijken, is door al die nieuwe toevoegingen en zeker ook door de Hudsons heel gemêleerd geworden. En daarmee is de wijk gewoon veel sterker geworden, denk ik.